Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Harry Potter WK's werkbal. De laatste ronde tegen Bulgarije. Het is tijd, de laatste ronde van Germani. En dan krijgen we weer wat tovenaarskaarten bij. En ik denk dat dat een goed idee is. Dit was in ieder geval de eerste ronde, dit was Comet 62 difficulty. We gaan straks merken of de difficulty echt veel anders is op het moment dat je met... met een andere moeilijkheidsgraad speelt. Dat zal een Nimbus 2000 worden waarschijnlijk. Als ik me goed kan herinneren. Dan moet ik er straks gewoon maar even kijken. Maar dat zal deze aflevering zijn, want dit is de laatste wedstrijd van deze run in ieder geval. Dan hebben we alles gefixt, dat is fijn. En dat bedoel ik met dat we alles hebben gewonnen wat er te winnen valt. Oh, oeps. We hebben in ieder geval alles gewonnen wat er te winnen valt. Alle 16 wedstrijden in het mandje. Maar ja, met de makkelijkste moeilijkheidsgraad mag het wel. En dat betekent misschien dat als wij een moeilijkere moeilijkheidsgraad doen, dat we ook een keer team special moves krijgen. Want die hebben we eigenlijk nog helemaal niet gehad in de Comet 62 moeilijkheidsgraad. In de makkelijkste difficulty die er is. Kut. Oh, Sint. Dat was een... Oeh. Was een... En dan zijn we klaar met Duitsland. En dan moeten we gaan bedenken welk land we nu gaan zijn hierna. Dan gaan ze straks wel even allemaal langs. Ik wil sowieso een keer Bulgarije zijn, maar die moet je volgens mij unlocken door 65 tovenaarskaarten te hebben. En die hebben we nog niet. Volgens mij hebben we er 48 als ik het net goed zag. Het feit dat het allemaal zo makkelijk gaat, dat kan natuurlijk alleen maar met de difficulty te maken hebben. Want we hebben niet echt tegenstand, laat ik het zo zeggen. Ivanova. Ik speelde dit vroeger altijd op Nederlands. Dus ik ben ook nog op heel veel momenten de Nederlandse namen... gewend. Dit vind ik wel vet. Heel graag. Het blijft vreemd voor mij dat er geen Iers team is in deze game. Want omdat Ierland natuurlijk in de finale van de World Cup in deel 4 staat. Blijft een rare gewaarwording. Oh, daarom ken ik die naam Ivanova natuurlijk ook, omdat die ook in de boeken zit, Ivanova en Levski. Als je deel 4 luistert, dan heb je ook een commentaar, want het commentaar is echt grappig. Dan heb je in de eerste team heb je dan Troy, Mullet en Moran. En dan heb je inderdaad Ivanova, Levski en... Moet ik even goed luisteren, want die andere ben ik even vergeten. Qua jagers bedoel ik dan, hè? Oh, Dimitrov, ja. En hij scoort ook Dimitrov. We hebben een tegengoal, dat was niet de bedoeling. Dat had hem niet afgesproken. Kut. Oké, Ivanova. Volgens mij is het zo als je de Firebolt difficulty doet, dus de moeilijkste difficulty, dat je dan alleen maar team special moves tegenkrijgt en dat je zelf dan helemaal geen team special move krijgt. Eigenlijk is het zonde dat we Duitsland zo zijn geweest, want volgens mij scoort Duitsland het meeste doelpunten met de team special move.
Oké. Dit was niet ons beste potje van het seizoen. Maar ja, het is op zich... Voor het worden van kampioen is het ook niet per se belangrijk. Het is vooral belangrijk dat je gewoon eigenlijk alles met winst wil eindigen. Dat is wel lekker toch. Ik weet niet, volgens mij hebben we bijna geen doelpunten tegen gehad. Dat kunnen we straks wel zien. Ja, we hebben hem. Lekker. Wijs. Lekkering. Oké. Kijk, nu zien we dat we kampioen zijn. Kijk, Carlo Carnaval en zijn maatje is ook blij. Ja! We are the champions of France. Oh, we hebben zelfs vuurwerk. Hoe cute is dat? 5 Quidditch cards won. Hotspot. En Quidditch March hebben we unlocked. Misschien dat we dat ook nog. Dat we één potje Quidditch moeten doen. Nou, nice. We kunnen niet zien hoeveel doelpunten tegen we hebben, maar we hebben in ieder geval alles gewonnen, dus we zijn gewoon de beste. Kijk, we hebben een 5e vakje erbij. Quidditch. Ah. Nou, we hebben wel alle moeilijkheidsgraden. Ik doe wel even op. Kom 1-2-60, doen we één potje Quidditch. Misschien dat we daar nog een kaart mee kunnen unlocken en dan gaan we snel beginnen aan een nieuwe World Cup. Oké, dit is gewoon bij iemand in de achtertuin. Hoe vaak je grappig is dat? Lekker Applebee. Tamara Perenboom is dat in het Nederlands. Oh, niet Go Go Gryffindor. Hallo, zijn we nou helemaal betoeterend? Special move gekregen. Nice! Oh. Even kijken welk knop het hebben was. Hoppatee. 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 Zoeeeee. Lekker man. Dankjewel voor de gratis goal. Oh, iets te veel overspeeld. Kan gebeuren. Lekker appeltaart. Oh nee. Oeh, combo 5. Nice. Kijk. Oeh.
Team Special Move, die willen we gebruiken. Kijk, gaan we weer. Lekker. Nice. Dankjewel, Katja. Lekker. Oké, dan gaan we de snijvanger tegen Harry Potter in. Carla Connawasser tegen Harry Potter in. Nice. Lekker, Carlo. Dag Harry. Nou, even kijken of we die kaarten mee hebben gewonnen. Nee. Helemaal voor niks dit gedaan. Dan weten jullie hoe het eruit ziet. Ik kan niet eens zeven. Zijn jullie dat? Ik kan niet eens zeven. Nou, hebben we in ieder geval dat ook weer gezien. Nee, als je er niks mee wint, dan gaan we dat zeker niet nog een keer doen. We gaan nogmaals de World Cup doen. Welk team pakken we? Engeland, USA, Japan. En Germany hebben we gedaan, die gaan we niet nog een keer doen. France, Australia, de Nordic team, Spain of Bulgaria. Maar Bulgaria kunnen we dus nog niet doen. Kom, we gaan voor de Nordic team. Dank je. En dan gaan we nu de Nimbus 2000 doen. We moeten meteen tegen onze oude speelstijl. Tegen Germanië. Ik ben benieuwd of we veel verandering zullen merken in de difficulty. Lekker. Nog niet per se. Wel drie beukers gekregen, dus ze zullen niet heel blij zijn dat ik de hele tijd begin te beuken meteen. Oeh, we hebben een Quidditch card. Dat is al nice. Oh, fuck. Nog een Quidditch card. Oké. Okay. Straks maar eens kijken waarom wij opeens allemaal Quidditch card krijgen. Waarschijnlijk omdat we nu met Nordic Team spelen, dat je daar al een Quidditch card voor krijgt. En misschien ook wel al voor het spelen van deze difficulty mode, dat je daar al een Quidditch card voor krijgt. En misschien tegen Duitsland spelen, want we zijn natuurlijk de hele tijd Duitsland geweest, dus dat zal misschien ook wel helpen. In de moeilijkheidsgraad mis ik nog niet heel veel, of verschilt het nog niet echt heel veel. Oeh, dit was niet goed. Oh. Oh, sad. De groep stopt zo. Nice. Lekker. Nice.
Klopt. Combo 4. Lekker, combo 5, wat een klot. Ik denk dat die combo's ook te maken hebben met of je een beuker krijgt of niet. Ik heb elke keer een beuker op het moment dat ik een mooie combo goal heb gemaakt. Ik krijg meteen een beuker elke keer. Nou, dit was een hele snelle vangst. Lekker. Lekker, man. Twee credits card, one. Nice. We saven deze keer. Dat hebben we volgens mij de vorige keer niet gedaan. Dat lijkt me best wel een goed plan om dat wel gewoon even te doen. Nice. Daar geen eerste voor de finale. Oeh, we hebben veel punten gehaald in de eerste wedstrijd. Uit naar Engeland. England. Wij gaan wel weer uit naar Engeland hoor. Lekker. Kut. Kut hoi. Meteen weer kwijt, zet. Hoppa. Kom op, pak hem af. Ja. Niet ons beste potje dit. Nog even.
Nou, pas hem gewoon aan medespeler, jongen Kees. Oh, godsamme. Hallo. Lekker. Het is niet echt een opschietend potje. Misschien dat er daardoor wel een team special move komt, omdat het niet zo'n snel potje is hoor. Hier, waarom mis ik, waarom gooit je hem een keer niet naar een medespeler? Krijg de vinken. Nou, kan je niet meer gewoon passen? Nee, Monty, van je eigen leeftijd, hè? Nou, wat is dit, maat? Pas gewoon iemand? Oh, kut zo. Kut. Krijg de vuile, vieze vuile. Boom. Er is ook niemand waar ik nu goed kan spelen. Dit is echt heftig. Oh ja! Oh joh, meteen afgepakt! Kut. Oh kut. Yo, gewoon nog een tegenwoordig. Wat is mijn team, man?
Witse kluts. Nog steeds geen teamspeler moesten bekennen. Dus, oh fuck. Dus het zal. Hey, wel een quidditch card, dat is mooi. Ik had er echt bijna. En hoppatee. Nice. Dit was een lange wedstrijd. Het ging allemaal niet helemaal vlekkeloos. Maar dat is niet erg, dat heb je soms. Lankering noemen ze dat. 1 Quidditch card gewonnen. Ik wil bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigo.